Medemblik. 700 jaar stad aan het IJsselmeer. Een feit dat dit jaar door de inwoners uitgebreid wordt gevierd. En niet alleen door hen zelf. Iedereen is welkom. De watersporters niet op de laatste plaats. Dat Medemblik 700 jaar stadsrechten kan vieren is te danken aan graaf Floris V. In 1289 gaf hij de plaats een aantal privileges en daarmee aanzien. Zie je daar zo pittig liggen, rustig aan het IJsselmeer. Medemblik, waar ben geboren en zo gaan we wederkeer. Met je echt antieke grachtjes. Met je singel waar het spookt, met je dijk zo breed en machtig, om de zee die hem bestookt. Medemblik is Radbouts vesten, trots ligt daar je grijze slot, als bewijs van oude glorie en verleden roemrijk lot. Het strijdgewoel is nu verklonken, het zwaardgekletter is verstomd. Vrede, vriendschap, wachten, bidden, elke vreemdeling die er komt. Veel van die vreemdelingen en dagjesmensen komen met de stoomtram, die in de zomer een dienst onderhoudt tussen Hoorn en Medemblik. Om allemaal in klederdracht te gaan. Oh, ja. Nou moet ik er heel eerlijk bij zeggen dat ik geen Medemblikse ben. Nee. Maar ik vond het leuk om hier te komen. En ik kom hier vlakbij vandaan, het Zwaardijk Oost. Oh ja, nou en, ja. Dat vond ik wel fijn. En ik ben bij lieve kennissen ja. Die ook in klederdracht. Oh ja, ja. En die mevrouw had 3 kostuums gemaakt. 1 als non, 1 uit de middeleeuwen dus. En nog één die nog even leuker was. Ja. Het is vaak zo dat de klederdrachten komen van buiten de plaats. Dan komen de mensen vaker zo. Dan zijn mensen in de plaats zeggen, ach, ja, schamen zich er een beetje voor. Of, hier durft, hier val je bijna op als je het niet aan hebt. Oh, als je het niet aan dat hebt. Is ook leuk. Ja. Ja. En zelfs de kleintjes ook allemaal verkleed. Ja. Ja. Van groot tot klein, matroosjes en alles. Ja. Je moet even dat met stijl dragen. Maar ze hebben hier allemaal een cursus gevolgd. Nee, een dame had oude patronen weten op te zoeken. En dan kon je je daar vervoegen. Om iets uit te zoeken. Oh. En ze hield een modeshow al 3 jaar in deze oude kostuums. En dan keek je wat je aanstond en dat kon je dan nabestellen. Ja, maar dan is er ook een beetje aandacht aan besteed dat het ook een beetje een stijl gebeurt. Hè? Ja. Het is een, kijk eens, hier lopen de heren met zo'n cape om. Omdat je het aan hebt, doe je dat allemaal. Ja. Maar er waren erbij, die zeggen nou. ...17 juni. Voorbereidingen voor een rit van bejaarden in oude koetsjes.
vast hoor. Deze is een echte gewichtiging. Ja, dat kan. Ja, dat kan is groot. Gaat het maar? Ik kan wel scheef hangen, maar dat geeft. Oh, dat geeft niks. We weten waar het van komt. Gouden, zo is het. Gouden deur dicht hoor. Ja, ja. Dan tocht het niet. Zit er dan als in deze deur? Dat is een deur. Oh, is dat een deur? Oh ja. Ja, je kunt er niet uitvallen. Nou, makkelijk. Een onderdeur. Salina, voorwaarts. Zo. Zitten jullie mooi? Ja. Alles huis? Dat is voor onderweg. De tosten. Ja. 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 De Pekelharinghaven. In 1632 gegraven en langzaamaan dichtgeslipt. Eerst werd er een sportveld van gemaakt, maar de afgelopen jaren heeft men het opnieuw uitgegraven en nu is het een drukke ankerplaats voor plezierjachten. Over de recente geschiedenis van Medemblik praten we met een oude palingvisser die het nooit zal afleren. Hoe bent u nou naar zee toe gegaan in de tijd? Nou, als je een jongetje zijn, dan hadden we een jol en mee hadden met mijn vader. Maar als naar school, maar als er dan een harde wind was, dan mocht hij niet mee. En dan, wij woonden daar op de Doekie. En dan zou ik wel die oude gedag zeggen, mijn moeder, en die beweging. Kroop ik stiekem in het veronder. Op dat jolletje, wat heb ik thuis misschien een je laten zien. En dan een schilderijtje van. Stiekem in het veronder. En als ik naar buiten was, zo nou het ook een oostelijk windje en het einde wat. Dan kwam ik naar buiten. Dan kwam ik naar voren. Want dat was een hoge laag, weet je wel, maar vroeger deed je vroeger ook. En, maar over borsthoofdmieteren deden ze niet. En dan zo bij vader. Nou, en ja, daar krijg je ziekte. Maar jongens, en daarom zeg maar, dat visje, dat is een ziekte. Er is geen dokter die ervan geneest. Zodra als begint te dagen, zeg maar, dan word ik wakker. Ik heb geen wekker, ik hoef ook niet, zeg maar. Ik heb geen wekker, niks nodig. Zodra begint de dagen, word ik wakker. En ik zet een bak koffie en ga ik de deur uit. En dan visie. En hij is zo eens van de week van een mooie stille orde. Oh, geniet ik van de natuur, vogeltjes om je heen en dergelijke. Ben je niet bang voor die hele grote boten daar achter u? Nee. Nou ja, dat is jammer. Weet je wel, van die idioten die voorbij vliegen. En hij in een klein bootje zit en ze maken een boos duinig. Ja, dan sling je wat heen en weer. Maar ik heb gelukkig bootjes die drijven willen. Dat, ja, maar dan lacht je wel uit. Ja, je dat een beetje heen en weer schudden. Maar dat maakt het niet. En dat is nog een lelijk ding ook. Want als je mij vraagt, is dat een mislukt strijkijzer van Philips. Want je hebt geen model hoor. Hoe zit het dan met de moderne visserij hier, de watersporters? Vertel daar eens wat over. Nou, de watersporters, ja, die zijn zeg maar hier, die kennen goed varen, beslist. Weet je wel van die watersporters die varen kennen, maar daar ben je erbij. En stel dat je koekenbakken, een scheepje van 2-3 ton en ze weten niet wat ze doen. Hey? En dat ik hier als kind zijnde was, want nu is het allemaal sport en dan legt het er zo in. Maar dat we ook dwars over konden lopen van de visserskuitjes in Medemblik. En naar Bottes en Hagen. En nou staat ook een man of 3-4 aan, want nu zeg maar, nou ja, de Nering doet. Die zei, ja, het is een goudmijn dat erin heeft. Maar toen was het eigenlijk beter, want er waren hardwerkende mensen. Die vragen de helft meer. Oh, wat deze doen, want ik zie hier wel kou op een droog stuk boot. En dan denk je nou, heel jacht. Is het de kou op een droog stuk brood?
Nee, dan hebben die ook geen staan meer aan. Nee. Een van de hoogtepunten. 700 medeblikkers, de meeste in zelfgemaakte klederdrachten uit onbestemde tijden, komen in antieke vervoermiddelen naar de markt voor een Bourgondische maaltijd. Met os aan het spit als hoofdgerecht. Lukt niet hierop. Te veel zondige mensen. De Medemblik heeft zich uitgebreid, ledental is toegenomen, er is heel veel veranderd ten goede. Scheepvaart bloeit, vooral de jachtvaart, dat is een stuk voor Medemblik bestaan geworden, denk ik. Medemblik wordt toeristenstad, heeft industrie ook, maar het toerisme maakt dat Medemblik een fijne stad is om te wonen, om te bestaan. U ziet iets van die scheepvaart nog in de stukken die erboven staan, beeldhouwwerk, en dat is en blijft wel een symptoom van Medemblik bestaan, vooral nu er een nieuwe haven is gekomen. En ik hoop dat Medemblik door mag gaan in bloei en niet in groei, want dat hoeft niet, Medemblik hoeft geen grote stad te worden. Klein blijven, fijn blijven. Leven Medemblik,
de stad van Floris de Vijfde. Is dat nou uw eigen gebied, meneer? Ja. Ja, die hebben we allemaal zelf gekweekt, hè? Wat een drukte, man. Wat een drukte. Ja, elke buurt heeft eigen velden. En we hebben dan 3 veldjes ongeveer van deze formaat. En van die 3 veldjes komt in totaal ongeveer een 600 kisten vanaf. Aan onze eigen korzenwagen gaan tussen de 800 en de 900 kisten op. Nou, dat betekent dat we dus bij andere korzo's ook bloemen gaan kopen om onze wagen vol te kunnen krijgen. Zo, die zijn goed vol. Ja. Zundert, 15 kilometer onder Breda en 17 kilometer ten zuidoosten van Roosendaal. Een bekend boomkwekersdorp waar de ANWB nog niet eens alle wegwijzers heeft vernieuwd. Zundert heeft 17 buurtschappen met fraaie namen als Stuiverzand, Het Stuk, Het Kapelleke en Achtmaal. Elke buurtschap bouwt in onderlinge competitie zijn eigen corsowagen. De voorbereidingen duren al meer dan 2 maanden. Wagens bouwen, modelleren, piepschuim snijden, lassen en dat alles in je vrije tijd. Het is zaterdag 2 september, de dag voor het grote corso. Waar is dat voor, meneer? Dat voor de bloemencorso, dat de werkers van Wernhout en Achtmaal hier beter door kunnen. Anders gaan allemaal de bloemen boven er vanaf. Want er zijn, sommige wagens zijn te breed. Het scheelt veel tegen vroeger. Hè. Vroeger waren veel kleiner wagens, hè. Heel kleine. Maar ja, nu het meeste jeugd is, zit nu erbij. Hè. En daar moet je het van hebben, van de jeugd. Dat hier ook zwart staat. Kijk, hier staat al een zet. Dus we moeten dezelfde dikte ongeveer aanhouden. Ja? En dan is het hier verder weer diep stello. Tot aan die verdikking van schuimbruggen. En straks daarom, waar GS staat, moet goldenscepter zijn, die gele. Ja? Dahlia's. Alleen maar dahlia's. Maar wel in heel veel kleuren. Ja, dat klopt. Dat moet zo. Dus dan komt dat veel goed. Oké. Okay. Goedemorgen. Goedemorgen. Hans, heb jij een momentje om de wagen wat toe te lichten? Zeker, ja? Natuurlijk. De titel is Met vliegend vaandel en slaande trom. Ik heb geprobeerd een impressie te geven van de schuttersgilden in Brabant en in Limburg. Zowel in Vlaanderen als in Nederland, zuidelijk Nederland dan. En ik heb geprobeerd in feite het hele gebeuren rondom... De diverse schuttersgilden samen te vatten in één wagen. In één wagen, ja. Het is vrij moeilijk, maar het is gelukt naar mijn idee. Rechtdoor, maar je moet een beetje naar links en dan moet je naar beneden toe. Dus dan moet eerst een stukje terug. Want er zit daar boven die andere pijp aan die kant op die stijgerpijp. En hoe zit met die vleugel van die papegaai dan? Ja, die zit dan net rechtsonder. Nou, dan kan die overheen? Dan kan die een klein beetje naar links en dan kan die eroverheen. Nou, dan moet elkaar al waarschuwen. Okay.
Ik zeg, de wagen die heet kamikaze. En het gaat, en in het Nederlands is dat de goddelijke wind. En dat heb ik, omdat we in Nederland zitten, ook in het programmaboekje zo staan. Het gaat dus over de twee pogingen die de Mongolen destijds in rond 1200 hebben gewaagd om Japan te veroveren. En die geisha hier op de achterkant van die, de wagen? Die geisha die is symbolisch voor de goddelijke wind, zou ik maar zeggen. Dat is het symbool voor dood en bederf. Het aantal kisten wat hierop gaat is ongeveer een 800 F50. En het gemiddelde wat ongeveer in een kist zit is ongeveer een 400. Hoe ben je op het idee gekomen om, om dit als onderwerp te nemen voor de wagen? Er lag al lange tijd dit idee met mij, maar de buurtschap was er als het ware nog niet rijp voor om dus, dit op straat te brengen. Vandaar dat ik dus in de loop der jaren de buurtschap heb proberen op te bouwen, wat dus mij nu is gelukt. Vandaar dat we dus nu met deze wagen komen. De omroepster die morgen het Corso van commentaar zal voorzien, informeert ook bij het buurtschap Wernhout naar het idee achter het ontwerp. Het ontwerp is van jullie twee samen? Ja, wij zijn twee vastwerkers dat die dus het ontwerp zou maken. Ja, wij kwamen uit de buurt zelf. Ja. Nou, en toen had Erik een leuk model, hij had zo hier die neergaande lijn, die opgaande lijn, die zat er zo boven. Nou, en ik was zo eens een keer in een boek van Rien Poortvliet vandaan. Daar kwam een heel leuk dat fragment tegen. Ik dacht, nou, kom, dat is misschien iets voor de wagen. Dus nou, wij dat idee zo naar voren gebracht. Ja. Proberen heeft ons wat begeleid. Zo, nou, ik zie het wel zitten. Jongens, het werkt dus voor jezelf even hard. Ja. Bent u nou met de laatste loodjes bezig? Het is wel een zenuwachtig werk eigenlijk. Het is allemaal met lijm, hè? En dat moet heel fijn, want ja, het is een klein katje, hè? Dus we kunnen geen grof dahlia's van op doen. Want dan is het niet mooi, hè? Daar komt het kopje niet uit en zo, hè? Ja, daar moet geplakt worden. Ja. Maar dat wel maar ja, was wel veel makkelijker vroeger. Het waren kleine wagens. Fietsen, bakfietsen. De eerste wagen was eigenlijk een koeienzender, de Charles van Baringen. Ja? Ja, die kwam met de eerste wagen. Dat was nog voor de oorlog. Charles van Baringen zender met die koeien. Ja, maar dat is allemaal... Ja, toen ging het er steeds. Tractors later en dan, nu zitten ze onder de wagen allemaal, de jongens. Ja, toen was het nog gewoon een paard. Ja. Maar dit is, ik vind dit veel mooier. Veel mooier, hè? Maar de meeste mensen die komen kijken, die weten niet hoe die voortbewogen wordt, hè? Nee, nee. Ja, dat is ook een kleine woordje, zoveel man eronder. Ja. Normaal 15 man zitten eronder. Ja. En vroeger, in mijn tijd toen ik erbij was gekomen, kregen ze allemaal een tientje. Ja, 10 gulden. Wat? Maar nu doen ze het gratis en blij dat ze eronder kunnen komen. Ja, ja, dat is goed. En het is ook, geen reclame of niks? Nee, niks. Geen sponsors. Geen sponsors of iets. Alleen met drank en iets. En dan vrijwillige bijdragen. En dat scheelt ook veel. Dat scheelt heel veel. Maar ja, de samenhang van de buurtschap onder elkaar. Ja. Ieder Jan kent Piet en Klaas kent Piet en Drink en noem maar op. Ja, ja, zo is het. Het hangt gewoon aan elkaar. Het is eigenlijk één familie. Eén familie, ja. En dat is toch wel mooi op een berg. Ja. Dat je zoiets kunt realiseren. Dus als ik jou vertel dat in 49 met bloemenkorso was het 32 graden. 32? 32 graden. Kijk, dat is mevrouw, hoe laat is het nou? Rond 9:30. Zoiets. Hoe laat gaat het worden vannacht? Heel laat. Dus. Halen jullie? Het is te open, hè? Dat je maar klaar is voordat je aan de veiling staat. Dan is het. Er is maar één ding en dat telt. Hij moet aangekleed de straat op en. Nou, desnoods moet daar alles voor wijken. Zeg, het is nou bijna 11 uur. Moet je dan nu naar bed? Heel druk. Tot hoe laat blijf je werken? 11:30.
gaf daar. Ja. Kijk, je ziet eruit alsof je vreselijk geslapen hebt. Nou, dat lijkt alleen maar. Ja, hier is zo'n beetje dingen zeker. Beetje af. Moet nog wel een paar hebben, sorry. Ik zal het niet een paar uithalen. Kijk nou weer. Zo, hoeveel broodjes moet u smeren vandaag? 200. Plus minus 250. Ja, zoiets. Wordt er veel gegeten? Heel veel. Het is zondagmorgen 7:30. Douwe is allemaal eronder. Ja. Komen ze allemaal op de plaats. Ja? Nou, dan kan hij achteruit, hè? En rustig aan doen. Staat er. Rustig aan, jongens, rustig aan. Dan gaat hem net onder, rustig hoor. Ja? Een beetje naar links nog aan. Alles naar links. Even naar achter op de hoek kijken, daar, hè? Oh, Anton. Alles naar links. Nou, langzaam naar links. Hoe is nou? Netjes. Tot hoe laat heeft u doorgewerkt vandaag? Ik ben om 12:00 naar huis gegaan. 12:00 ben ik naar bed gegaan, want... En hoe laat zijn ze doorgegaan? Tot 6:30 vanmorgen hebben ze gewerkt. Dus... Hoe vindt u wel? Netjes. Kijk, de zon die scheert erop, hè. U hebt hem zeker nog nooit gezien, hè, die wagens. Recht naar weg, recht door. En naar rechts. Naar rechts. En nou rechtdoor. Pas al, hè. Naar rechts. Toen ik straks buiten kreeg ik wel even tranen in mijn ogen. Ja, eerste creatie en in de tent mijn ander licht. Dus even gokken, maar als je hem van afstand bekijkt, ja, ik ben heel, heel... Zie je dik tevreden, echt. Ja, doe je wel even wat als je dan toch je eigen creatie daar te buiten ziet komen. Ja, ja, achteraan die katten kijken, generaal. Een beetje naar links, naar links, naar links, naar links. Naar recht, rechtdeur nou, rechtdeur. Rustig aan even. Ja, oké. Okay. Hoe vindt u hem? Ik vind hem prachtig. Jawel, jawel. Oh. Ja, ik vind het wel, ik vind het echt. U bent vandaag de eerste toeschouwer. Rustig aan hebben, jongens, dan kunnen we het echt vertrouwen, hè? Ja. Maar u heeft zelf niet mee kunnen doen? Nee, nee. We doen er nog niet mee. Nee, dat niet. We doen het niet in de zand? Jawel, dat, ja, dat wel. Maar er zijn veel jongeren die veel beter kunnen werken dan ik. Toen ik jong was, toen altijd mee gewerkt. Toen even voor de 25, laat het zo maar zeggen. Dus, overal in het dorp worden de laatste hinderpalen voor de wagens weggenomen, of ze nou klaar zijn of niet. Ik hoorde zo'n verhaal. Nee, hij is niet klaar, want hij veel te veel werk vandaag gehad en weinig volk. En een paar dingen al af moeten halen. En is er niemand die nou nog op kan komen draven om ja, eventueel te helpen? Nou, het was nog vol. Ja, de tent zit er momenteel met werkwillige mensen. Wij kregen vannacht steeds meer berichten van potent, er is geen volk. Ja, daar willen sommigen wel. Bij ons zijn ze tot 6:30 ongeveer blijven helpen. Ja, dan blijf je ook mee inpalen. Ja, ik ben al hier al 3 maanden bezig. Ja. Ik ga nog geen uitbreken. Ja. Dat heb ik hier gewoon nog. En dit pakje mag gewoon zwart zijn.
Zondagmiddag 12 uur. Tienduizenden bezoekers komen aan. Niet alleen uit Nederland, maar ook uit België, Frankrijk, Engeland en Duitsland. Zondagmiddag na de mis. Het corso en de regen gaan beginnen. Het gezet van Hoogplein, gezet van Hoog, dames en heren, is geboren in de buurtschap de Markt en heeft ook hier gewoond. En dit gegeven, dat is eigenlijk het centrale thema van de Waag. Het oogkring op de afbeelde stand van een dame in een feestelijke baljurk in rococo-stijl. U ziet het, de inspiratie is overal, als je hem maar wilt zien. Een kunststijl met rijke, overdadig, krullige en speelse vormen. De bovenzijde van de wagen van Stuyvesant wordt gevormd door enkele herderinnetjes, een geliefkoosde vermomming in die tijd, waarop een groot masker is bevestigd en daaronder verschillende dansparen uitgedost in gevarieerde kledij met een weelderige opsmuk. Het geheel wordt dan gecompleteerd met verschillende maskers. Waar let u nou speciaal op? Nou, je kijkt heel erg naar de constructie van de wagen. Je hebt er al een indruk van, omdat we eerst op de tentoonstellingsterrein hebben gekeken. En je kijkt of dat nog zo is als hij rijdt. Dan verandert de aanblik toch wel. Ze worden erg op die kant gebouwd, hè? Op die aanblik. En daarom lopen we ook al even naar de andere kant. Want de punten zijn nog gegeven als de stoets terugkomt. Ja, ja. Straks dan zie je van de andere kant, maar dan moet de uitslag al bekend zijn. De bekende Salomons oordeel, dames en heren, dat is aan weerszijde van de wagen aan de onderkant uitgebeeld. U kent dat verhaal wel van die twee moeders die één kind, als het zo is, de koning Salomon, die als rechter fungeert. En moest dan weer laten zitten dan, dames, een vrouw aan de pas om gerechtigheid te creëren. Emancipatie avant la lettre, zou je kunnen zeggen. Deze beelden zijn ook dames en heren aan de rechterkant van de Sint Joris bijvoorbeeld en Sint Sebastiaan. Sint Jan Baptist is er ook samen met nog verschillende anderen. Sint Nicolaas bijvoorbeeld en de drie kinderen in de Pinkerton. Als een schutter koning schoot, dan schonk hij het gilde een schild met daarop heel vaak iets van zijn dagelijkse broek uitgebeeld. En dat zit aan de achterkant van deze wagen. En met erop is op het fijne tikwerk. Oprichtingsakte, die vandaag de dag nog belangrijk zijn voor de schutterijen. Ja, ik dacht het toch wel, hè. Ik denk dat we toch niet mogen mopperen, denk ik, hoor. Nou, het zou toch wel leuk zijn en, bij de eerste vijf of zes te eindigen, dacht ik. Maar we hopen. Dan alles vindt u terug op deze wagen. Voor vele mensen trouwens is het meest fascinerende, mooiste en liefste huisdier. Ik vond wel een aardig nieuw element toch wat de Bolero gedaan had. Met die danseressen eromheen. Jawel, er zijn ook wel nieuwe dingen gezien. Dat vond ik met die huppelijke wind. Maar die doet zichzelf dan weer afbreuk door niet klaargekomen te zijn. En er zitten een paar hele nonchalante details in. Maar qua constructie vind ik hem heel boeiend. Ik denk dat de uiteindelijke keuze in de wagens die in de top rijden en de uiteindelijke winnaar het absoluut zou moeten hebben van de details. En dan denk ik aan... Punten
Niet iedereen kan winnaar zijn, maar een prijs is er altijd. Plaats bij de eerste vijf is voor de medewerkers aanleiding tot groot enthousiasme. De negende prijs, dames en heren, met 332 punten. U zal wel begrijpen. 417 punten. Zegt nog niet zoveel natuurlijk. Wel dat jullie geëindigd zijn op de derde plaats. Vanwege Knokkenheist, gefeliciteerd voor uw prachtig werk. Knokkenheist noemt of draagt de bijnaam Riantentuin aan de Noordzee. Meneer de burgemeester, alle wensen van Zundert, ik geloof dat... Ik heb er hard voor gewerkt. Het was moeilijk. De wagen stond eigenlijk vanmorgen onaangekleed in de tent. Maar we hebben er met z'n allen, de buurtgenoten die dus selectief waren om te komen helpen, hebben er dus alles aangedaan om de wagen dus rond te laten komen. Die wat met katten te maken heeft, dat is van onze katten heeft jongen. Oftewel, we hebben reden om in een beste stemming te zijn. Dames en heren, deze wagen heeft de eerste prijs. Met 444 punten. En ik geef graag het woord aan de burgemeester van Zundert, de heer Molhoek. Allemaal jongens, van harte gefeliciteerd. Jullie gezamenlijk weer op de eerste plaats in Zundert. En dat vanuit het Wernhoutse voor de vierde keer. Graag geef ik jullie de eerste prijs. Ik wens jullie een ongelooflijk leuk feest vanavond. Dank u wel. Daar komt nog bij de legpenning. Alsjeblieft, vecht er niet om. Jullie hebben hem heerlijk verdiend. Dinsdag na het feest. De bloemen verwelken, de katers vergaan en in enkele uren gaat het werk van vele maanden in rook op. Maar de eerste ideeën voor het corso van het volgend jaar zijn alweer geboren.